en die hangt nog tot maandag, want dan is het de internationale dag van de vrede. En in Gent krijgen we dat elk jaar sowieso uit. We hebben ook wel nog een aantal acties gedaan, zoals brieven sturen naar onze staatshoofden om het VN-verdrag tegen kernwapens om te doen dat allemaal. En vandaar dat wij hier vandaag staan om dat voor de Gent te maken. Naar beneden trekken, ja, de tussentrekken. Ja.